forever when everyone else is gone. Been all alone, won't seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and go. Hallo met Wil, de tuinman van Bart. Zo. Ja, ik ben er bezig die oude bienetje op te ruimen, Bart. Ja, zootje, jongen. Eerst optreden, weet je wel. Hé, het is vreselijk hier. Wat zeg je? Waar zit je dan? In de lucht? Hoezo? Op weg naar Tokio. Nou, is lekker. Zie je een kaartje? Of ik wat? Vliegveld Hilversum. Perry en Chantal, twee kinderen die... Parachute springen? Oh, dat is wat hij mee, maar dat doe ik niet. Maar de kinderen? En jij dan? Goedemiddag, ik doe mee met de quiz. Jij bent Perry, jij bent Chantal. Ja. Jij bent de chauffeur van deze machine. Ja. Nou, dan heb ik een leuke mededeling voor jullie. Bart komt niet. Jongens, leuke mededeling. Ja, hij is vertrokken. Tokio of zo, hij belde me op. Ik was met zijn tuin bezig of ik even een en ander wilde regelen. Vliegveld Hilversum, parachute springen en de hartelijke groeten. Hoe zit dat precies in elkaar, vond ik? Snap het niet erg. Nou, wat we doen, dan ging de parachute springen dus. Ik had een brief geschreven, want ik verveelde me. En ja, nou, en ik wil heel graag parachute springen. If the wind don't catch you, I will. Luister eens, dus, weet je eigenlijk wat er gaat gebeuren? Dan krijg je zo'n parachute om en dan naar boven dan. En misschien waar je terecht komt. Zo gebeurt dat, denk je. Nee. Nee? Hoe dan? Nee, je gaat gewoon de lucht in bij je, ja, als de wolken een beetje weg zijn. Dus als het goed vrij is. Dan, ja. Nou, en dan zit je boven een vliegveld of zo. Grasveld. Ja. Ja. Nou. En dat moet gebeuren. Ja. 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 Hey, hoe zit dat met zich nou met wolken en zo? Hoe zit dat? Nou, het ziet er heel goed uit. De bewolking zit boven de 3 kilometer, dus we kunnen zo meteen... Zo hoog? Ja. Gaan we zo hoog? Ja. En dan met zo'n ding naar beneden? Ja, zeker. Maar dat komt allemaal goed, hoor, Wil. Meen je dat? Ja. Volgens mij moeten die kinderen toch iets weten over de parachute. Er moet toch iets uitgelegd worden? Het is er niet van, hoppakee, dan gaan we naar beneden. We pakken zo meteen de tandeminstructeur erbij en dan gaan we... Wat is dat, tandeminstructeur? Dat is degene die... Dit harnasje trekken we jou straks aan. Maar die vertelt toch wel even wat er allemaal nog. En dat maken we dan straks vast hier aan mijn harnas. Hier aan de bovenkant en hier aan de zijkant. 2 stuks. Dat doen we pas vlak voordat we uitstappen uit het vliegtuig. We gaan eerst een stukje vliegen, maak ik je nog niet vast. Dan kun je een beetje rondkijken in het vliegtuig, van de omgeving genieten. Voordat we eruit gaan, kom je voor me zitten op je knieën. Maak de haken vast en dan klimmen we naar buiten. Dat zullen we zo meteen even gaan doen. Take a parachute. Jump. You can't stay here forever when everyone else is gone. Been all alone, won't seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. Are we? You're gonna have to take. Whoa. Ben je er klaar voor? Oké. Don't look out before you. You know it's a long way down. I'll make it safer for you. Your parachute won't let you down. Take your parachute and go. Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Bert, jij brengt het trucje straks omhoog. Ja. Jij bent diplomeerd piloot of... Ja, ik heb een diploma. Vet is dat. Hoe lang duurt het nou voordat je een beetje kunt vliegen? Hoeveel lessen moet je dan nemen? Nou, dat is voor iedereen verschillend. En het ligt er ook aan hoeveel lessen je in wat voor tijd neemt. Maar in principe zou je het binnen een half jaar allemaal kunnen. Mag je dan alleen naar boven? Helemaal alleen. En hoe oud moet je dan zijn? Nou, het is met een jaar of 17, dan kan het al gebeuren. Dus je gaat me vertellen dat je eerder in een vliegtuig naar boven kunt dan dat je in een auto kunt rijden? Ja. Is het moeilijk vliegen? Nou, je moet er een beetje aanleg voor hebben, maar als je goed kunt autorijden, dan kun je ook goed vliegen. If the wind don't catch you, I will. If the wind's not there, I'm here. Ik ga parachute springen.
ik vertrouw dit niet. Hoi, ma. Ik doe het voor Bart. Ik heb minder op een fiets op de Veluwe gezeten. Take a parachute and jump. You can't stay here forever when everyone else is gone. Been all alone, don't seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. Ja, ben je zenuwachtig? Ja, dat is jouw brief. Ja, dat ook. Ik zal ook nooit aan de zeg. Precies. Nou, we zijn er maar aan het beginnetje. En Chantal, die is nou al bang, joh. Ja, dat komt wel goed. Level 45, hey Chantal, als je nu een wens mocht doen op dit moment, wat zou je dan wensen? Naar beneden. Met het vliegtuig, gewoon naar beneden. Het is heel eng. Gaat ie goed? Ja, perfect. Ja, ik heb gehoord dat ik niet mocht spreken met de bestuurder, maar is dat in een vliegtuig ook zo? Nou, ik mag wel even praten, hoor. Ik mag geen koppen gaan vertellen. Nee, nee. Hey, je doet bijna niks, joh. Ik ga mezelf verkeken, hoor, zo. Hou je hand aan het stuur. Jou gaan springen. Heel positief, heel enthousiast na afloop. Wel een beetje de spanning van tevoren, maar dat is normaal, dat heeft elke springer. Alleen na afloop is iedereen dol enthousiast. Ja. En dan willen ze eigenlijk meteen de tweede keer weer met je mee naar boven. Ja, inderdaad. Er zijn het mensen die steeds weer terugkomen. Ze hebben al 3-4 tennissprongen gemaakt. Dat vinden ze prachtig. Nou, ben benieuwd. Wel, ze is straks ook wel enthousiast. De spanning is normaal, maar wil ze straks meteen weer omhoog. Jawel. Ik zit hier maar gewoon, maar wel een parachute om voor als er wat gebeurt, maar ik voel me toch wel een beetje gespannen. Een beetje scheuten heb ik, mijn buik. Een scheuten. Ja.
eruit, wat zei je? We kunnen eruit. Ik niet hoor. Nee, voor mij wel. En, ze zeggen allemaal dat het hartstikke leuk is. Ja, maar wel eng. Op twee dan vind ik het niet zo eng, maar nou eruit springen. Vreselijk. Nou, ik vind je heel dapper hoor. Jawel. Ja, deur. Deur gaat open. Succes! Je ging het vliegtuig uit, je stond op een trappie, soort trappie. En er was heel veel wind van die propeller en dan sprong je en je ging gelijk helemaal daarheen. Dan maak je bijvoorbeeld 6 salto's of zo achter elkaar, dat was echt eng. Maar toen de parachute open ging, toen gingen we heel zacht, dat was wel leuk. Ik ga nooit meer parachute vliegen. En ik doe ook nooit meer de wensen sturen of zo. Dat heb ik nou wel afgeleerd. Hey, bedankt hè. Nou, dat was het dan. Parachute springen, vrije vallen, haken, klemmen, dingen op je rug, zo in vliegtuigjes. Al met al, Bart, bedankt jongen. Was te gek. Bang jongen, die wil verschrikkelijk.